Breda Nu. Je weet het meteen. Dit jaar was er de 10e editie van Jeugd en Politiek. Studenten van verschillende VWO-scholen kunnen van dichtbij kennis maken met het werk van de gemeenteraad. Het project heet Jeugd en Politiek. Verschillende scholen in Breda gaan meedoen aan dit project. Zodat ze de kans krijgen om een maatschappelijk probleem dat op lokaal niveau hier in hun eigen gemeente in Breda dat speelt. Dat mogen ze gaan proberen op te lossen. Dus ze mogen een projectvoorstel maken met alle toeters en bellen die daarbij horen. Met dat projectvoorstel, als ze dat heel goed doen, dan gaat er eentje uitgekozen worden dat het beste voorstel is. En dat voorstel dat gaat ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Nou heb ik gehoord dat er heel veel verschillende onderwerpen zijn. Hoe kom je aan het onderwerp wat behandeld gaat worden in Breda? Wij hebben vooral gekeken naar voorgaande onderwerpen, wat er de jaren is gebeurd en wat wij vonden dat er een probleem was in Breda. En we hebben ook heel erg gekeken naar de jongeren en de ouderen en eigenlijk alle leeftijden in Breda, zodat iedereen aan ons thema kan meewerken. Mijn indruk is dat de meeste jongeren op school zitten, school vervelend vinden en liever thuis zitten te gamen. En hoe zijn er dan toch zoveel jonge mensen hier die zich graag vertegenwoordigd zien voor de school naar de politiek toe? Ja, ik deel jouw indruk absoluut niet. Want het is helemaal niet zo dat de meeste jongeren liefst op de bank zitten en gamen. Heel veel jongeren zijn juist heel enthousiast en willen heel graag meedoen als ze de gelegenheid daarvoor krijgen. En wij bieden die op deze manier. Dus ja. Breda Nu. Je weet het meteen.